Het winnende partuur van de 108e Vreule Kaatspartij in Wommels is woensdagavond in Bolsward gehuldigd. De Vreule is de belangrijkste kaatswedstrijd voor jongens tussen de 14 en 16 jaar en wordt al sinds 1902 gekaatst. De laatste keer dat Bolsward de Vreule won was in 1922. Iedere kaatskenner had al voor aanvang op het netvlies wat de finale zou worden. Bolsward tegen Sint Anna Parochie. En aan het einde van de dag bleek dat die kaatskenners gelijk hadden. Beide parturen kaatsten het hele seizoen al sterk en het partuur van Bolsward had afgelopen weekend nog de laatste wedstrijd voor de Vreulenpartij gewonnen. En het winnen van de generale voor de Vreulen betekent dat het wel goed zit bij Bolsward. Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en Peter van Zuiden van het partuur van Bolsward hadden tijdens de finale in Wommels een sterke tegenstander aan Sint Anna Parochie. Bolsward nam steeds de leiding, maar Sint Anna kwam ook steeds weer terug. Maar uiteindelijk was het toch Bolsward die de Vreule winnend wist af te sluiten in 5-3 en 6-4. Ruim drie uur nadat Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en Peter van Zuiden de Vreule in Wommels winnend hadden afgesloten, kwamen ze weer terug in Bolsward en werden ze met paard en wagen door de stad gereden. En die rondrit eindigde op het kaatsveld. Nou, we staan hier bij de winnaars van de Vreule. Bolsward het weer eens won sinds 1922, dat was de laatste. Nou, begin maar bij jou. Vertel eens even, hoe was deze dag? Nou, dat weer echt een prachtige dag weer. Fantastisch. Je meent vooral wel de favorieten, hè? Oh nee, voel me in Sint Anna. Voel ik meer. Ja, in je van? Ja, in je van de favorieten die wij misschien wel, maar de rest net erg. Nou ja, misschien best een beetje bescheiden, maar het oude weekend hier in je woont. Ja, het stikje geluk zit ik zo wel eens mooi, hè? Dus dat jij erbij wat speelt. En hoe is het voor jou? Hoe is het ook deze dag beleven? Nou ja, het is mooi natuurlijk. Ja, voor de eerste keer mooi doen en gelijk winnen. Ja, dat is een hele belevenis. En ik geloof ik de laatste keer, als woont is maar met mooi doen. Nee, maar dat is ik net erg, ik heb het. En hoe jeelt dat voor jou? Het is een prachtige dag. Alles meemaken wat je mee kan maken. Ja, alles beleven en publiek om je heen hebben. Nou, prachtig. Schitterend. De buiten is binnen. Ja, de buiten is binnen. Ja. Dat denk je, we hebben het al flikt. En wat gebeurt er dan daarna in Heidi? Iedereen duwt Bob op, die neem ik aan? Ja, iedereen, ja dat is begrijpelijk, vind ik. Letterlijk en figuurlijk. Ja, dat is... Nou, dan ben je hier op de Kids Club. Je medeleden die zijn al druk aan het feesten. Hoe ga je dat nou doen? Want de Zuiders krijgt je mom is weer gewoon aan het werk. Ja, ik moest eerst om 7:30 werken. Maar heeft mijn zus voor gezorgd dat ik om 9:30 kan werken. En we zien wel hoe laat het wordt. We maken er een mooi feestje van. Je camp voorlopig weer even op de ere, dacht ik. Ja, zeker weten. Hoe is dat als coach, als je aan de kant staat en dan moet deze jongens begeleiden en coachen? Ja, dit is fantastisch. Dit is een hele mooie partuur om te coachen. Want ze nemen alles aan en ze voeren de taken precies uit. Dus het is fantastisch. Want ik begreep, het was op het laatst ook een beetje tactisch spel tegen Sint-Anna. Ja, dat klopt. Maar ja, dat komt ook omdat dat je er al 6 keer eerder had tegen gespeeld hadden. Dus ja, dan op een gegeven moment dan wordt het ook een tactisch spelletje. Want we weten precies wat Sint-Anna kent. En zij weten precies van ons wat wij kennen. Dus ja. Nou ja, de trofee, het kasteel van de Vreule, dat staat nou in Bolsward. Geweldig natuurlijk. Ja, dat is fantastisch. En ook nog op het 125-jarige jubileum, dan is het helemaal fantastisch.